eerste instantie waren we een beetje te vroeg. Maar ja, je mist natuurlijk wel Wout. Dat is lastig, maar dat wisten we dan tevoren. Daarna waren we gewoon iets te vroeg. Dan laat ik iedereen vond het er wel tussen. Ja, voor de rotonde komt Quickstep er langs. Eigenlijk op het moment dat ik wil gaan op links komt Ewan eroverheen. Nou ja, is het gewoon nog te kort tot de finish om er nog langs te gaan, dus was het klaar. Was je daardoor verrast door die actie van Ewan? Je wist wel dat er bij die rotonde iets ging komen. En in eerste instantie wou ik gewoon wachten omdat ik wist dat het breed was op het einde. Maar we gingen gewoon net iets te vroeg aan. Ja, dan wat je net zegt, dan moet je een beetje gaan puzzelen. Ja, dan word je niet echt verrast, want ik zat goed op een beetje met Christophe te boksen. Daardoor kon ik er niet helemaal uit. Daar komt Ewan. Ja, dat is ook sprint, maar dat is wel jammer dat er zo weinig kansen zijn. Wist je op dat moment dat het verloren was? Ik wou eruit, Christophe wou erin. Op dat moment ging Ewan aan. Dus die doet het eigenlijk voor de tweede keer perfect. Dat is jammer. Je hebt nu twee keer op rij van de verloren, er komt nog één kans. Een hele mooie kans. Zondag is dat. Ja, zeker. Maar ook vaak genoeg verslagen. We weten dat het snelheid goed zit. Alleen, zeker als er zo weinig kansen zijn, moet je niet laten verrassen. Maar dat is ook het mooie van sprint. Dus dat is ook Tour de France. Ja, dat is ook Tour de France. Maar het is ook ontzettend balen wat je zegt. Er zijn zo weinig kansen. Zeker, maar ik hou me er wel vast aan dat ik een etappe binnen heb. Dat kunnen heel veel jongens niet zeggen en die heb ik dus wel. En hopelijk kunnen we het Parijs nog een keer doen. Ik wou zeggen, er komt nog één kans, die zal sowieso zijn. Zeker, en we hebben er één op straks, dat moeten we niet vergeten, maar we willen altijd meer. Dylan, dat gebokst met Christophe waar je het over had, heeft dat je uiteindelijk ook energie gekost, zodat je niet voluit kon sprinten? Nee, ik wou gewoon dat hij wegging. Maar dat ging niet. Toen ik eruit wou, dat was ook sprint. Ja. En zeker met zo'n rotonde op het einde, dat weten we. Was Mike te vroeg weg? Ik riep al toen Amund wou gaan, al rustig, dat we moesten wachten. Maar hij ging al. Dat zijn keuzes, moet je nou ook op vertrouwen dat hij dat kan. Op zich ging dat goed. Toen kwam Mike eigenlijk min of meer op kop. Ja, toen zei ik van ga maar, want als ze dan wacht, dan komt ook alles eroverheen. Ja. Heb je het gevoel dat je deze sprint echt door de omstandigheden verloren hebt en niet omdat de Ewan sneller was? Nee, dat is misschien ook wel waarom ik ervan baal. Dat je weet dat er meer in zat. Ja. Als je weet dat er iemand overheen vliegt, dan is het zo. Dan heb je gewoon, dan ben je gewoon een mindere. Maar vandaag was dat denk ik niet het geval. Maar Ewan doet het voor de tweede keer op rij gewoon goed. Ja, je laat Ewan dan deze pakken en dan pak jij hem in Parijs. Dat zo simpel is. Ik hoop het. Parijs is een heel mooie. Dat heb ik al een keer gewonnen. Maar daarvoor moeten we eerst nog de heuvels over. En daarom baal ik er wel van dat we deze kans niet hebben gepakt. Maar, nu weer door naar de volgende. En dat is pas Parijs, maar dan moeten we eerst nog heel wat overleven.